We don't come because of the coffee, but because we can actually meet some people again. Het feit dat het terras weer leeft en dat er weer leven op de campus komt, dat is natuurlijk, ik denk dat iedereen het al voelt, een beetje alsof het begin van de lente is. Omdat je voelt het gaat weer gebeuren. Ik denk dat de belangrijkste wijziging, maar die weet iedereen, omdat die ook een beetje gek is, is natuurlijk de openingstijden van het terras. En dat je niet naar binnen, je kan niet binnen zitten. Het is wel fijn om weer te kunnen werken eindelijk. Alleen is het wel natuurlijk een beetje jammer dat we om 6 uur al helaas onze terras moeten sluiten. Want dan begint het hele feest pas eigenlijk. I've been invited here by a teacher of mine to have a beer after just meeting him for the first time live. So it's pretty exciting. Being from Germany, we look at the numbers here and it's a little bit like, why are we opening? But we all enjoy it. I think it's important for our students to have this room again, to come back, to be on site. We hebben de kaart wel even nu iets kleiner gemaakt. En dat heeft er meer mee te maken dat we geen dingen willen weggooien. We wisten ook nog niet helemaal hoe het nou zou gaan lopen. En de wc is vanaf het begin van de coronacrisis elke keer een hele interessante exercitie hier geweest. Want je moet inderdaad naar boven. En dan, nou ja, het is gedoe, maar je mag gewoon als gast naar het toilet toe. We zijn er al 9 maanden, geloof ik, in totaal uit geweest met nog wel tijden van to-go koffies en dergelijke. Maar ja, nu is het voor het eerst weer fully zoals het was. Ik hoop dat we vanaf 9 juni gewoon weer helemaal open kunnen. En dan zal je zien dat het echt gewoon weer het bruisende Crea wordt zoals we het allemaal kennen. En ik hoop dat heel veel mensen hier in ieder geval in de komende weken... Het is toch een beetje support your locals. Support ook het Crea Café. Kom iets drinken, kom iets afhalen. It feels so nice to be back here and like to see everyone, to meet people again. It's really, really nice. Het is goed, het is mooi weer en het smaakt erg lekker, het eerste biertje.